Welkom bij deze Pokémon Trading Card Game Unpack video van Zamix.nl. Dit is de Let's Play Eevee Team. Hier zitten de beste. Ik haal even de beste Pokémon nu uit: de Charizard, de Moltres. De Simisear en de Flareon en de Kangaskhan. Dat zijn de beste Pokémon hieruit. En hij is zwaar. Er zitten ook 60 kaarten in. En hopen dat we er maar goede uit krijgen. We gaan hem nu openmaken. Eerst, ik maak hem open, ik schuur hem open. Het eerste wat ik zie wat eruit rolt, is de Eevee coin. Hij is heel mooi glimmend, zoals je ziet. Ik leg hem hier. Haal plastic eraf. Ik leg de Eevee kaart hier, dat ook. We hebben hier een pakje met al de 60 kaarten. Dan weer de damage counters en zo. Waarmee ik op kan vechten, dat ding. Ja. En dat een informatie map. Dan gaan we denk ik nu beginnen met het openmaken. Zo. Nou, dat is logisch. We beginnen met een Eevee. Een Moltres. Wel echt mooie art. Wauw, nog eentje. Nog een Moltres. Echt, even allemaal op stapeltje. Oeh, een Flare. Twee Flareons. Een Fire Energy. Een Fanclub. Nog een Fire Energy. Oeh, een Charizard. Het is meer een Fire box. Een Simisear. Dat is een Charizard, zoals jullie nog niet hadden gezien. Een Pokémon Switch. Nog een Fire Energy. Een Kangaskhan. Lekker er echt normaal erbij. Nog een Fire Energy. Hey, een Pinsir. Die evolueert natuurlijk in een Simisear. Nog een Fire Energy. Ah. Charmander, die zijn al achtergelaten. Nog een Fire Energy. Een Eevee. De Professor Cocoon. Pokémon Center. Nog een Fire Energy. Howl. Nog een Fire Energy. De Great Ball. Nog een Fire Energy. De Potion. Nog een Fire Energy. En de Charizard. Nog een Fire Energy. Oeh, een Charmeleon. Die hebben we alvast compleet. Charmander, Charmeleon, Charizard. De Kintia. Natuurlijk de Lickitung. Nog een Fire Energy. Nog een Switch. Nog een Fire Energy. Nog een Charmander, nog een Fire Energy, nog een Howl, nog een Great Ball, nog een Pinsir, nog een Fire Energy, nog één Pokémon Fanclub, nog een Fire Energy, nog een Kangaskhan, nog een Fire Energy, nog een Howl, nog een Fire Energy, een Lickitung, ik vind die altijd zo leuk hè. Oeh, en die Pinsir. Nog eentje, de derde. Een Simisear, de tweede. Nog een Fire Energy, dat is te veel. Nog een derde Charmander, nog een Fire Energy. Nog een Charmeleon, die ook echt heel cool dat hij naar je toe rent. Nog Fire Energy, een Howl. Volgens mij de vierde. Oh, en de miljoenste Fire Energy. En als laatste een Eevee. Oh ja, hier. Klaar.
Ik zal ze nog even voor aan het eind ga ik ze allemaal doorgeven. Zo. Die leggen we weg. Dit is de tweede. We gaan nu de Pikachu openmaken. Als eerste komt er natuurlijk weer uitrollen de Pikachu munt. Kijk eens hoe mooi die glimt. En de Pikachu. En de kaart. Geen idee hoe dat ding heet. En mijn poeder, toch prima? Hé, hey, nog okay. Een Pikachu. Raikou. Nog een Raikou. Alola Raichu. Nog een Alola Raichu. Laat ze een beetje zien op de kamer. Bliksem Energy. Ja. Een Pidgey. Electric Energy. Nog een Pidgey. Een Electifier. Een Great Ball. Een Electric Energy. Een Blazes. Een Electric Energy. Een Pokémon Catcher. Electric Energy, een Voltorb, een Professor Kukui, een Pikachu, een Pokémon Fanclub, een Electrabus, een Electric Energy, een Howie, nog een Electric Energy, een Switch, een nog een Electric Energy, een Potion, nog een Electric Energy, een Pichetto, nog een Electric Energy, een Electro. Nog een Bliksem Energy, een Great Ball, nog een Electric Energy, een Electrabus, nog een Electric Energy, een Voltorb, nog zo'n Energy, een Howie, een Seabraka, Electrabus, Electric Energy, Kachia, Cynthia. Electric Energy, een Blizzard, een Electric Energy, een Howie, een Bliksem Energy, een Electfire, een Pokémon Fanclub, een Switch, nog een Electric Energy, een Voltorb, nog een Electric Energy, een Electric Order, nog een Energy. Een Howie en nog een Energy en de laatste is nog een Pikachu. Dat was het. Zijn coins, vechtposter en de uitleg. En deze. Codekaart voor jullie. Dit is en ik ga hem nu gewoon openmaken. Er staat niet correct bij welke Pokémon erin kunnen zitten. Dus er zit weer gewoon een grote kaartje in en zo. Een Marma, GX. En ik ga hem gewoon openmaken. Even kijken. Het gaat niet zo gemakkelijk als ik dacht. Hij is open. Ik heb twee discard trouwens, maar ik weet niet. Wat er allemaal in zit. Maar kies je nou. Dit is de regenkaart, zo noem ik het maar. En dit komt ook. En als ik hem eruit krijg. Ja, dankjewel. De mini kaartje van. Dan heb ik hier een pakje en die ga ik even openmaken. Dan ga ik even zien welke. Dit is de Rockruff, de Gibble, de Flubbubbe, de Skido, de Froakie, de Melmer, de Skirtry. De Vuur Energy, een Hawlucha, een Unite Energy, een Bryxen en nog een code kaart.
voor jullie. Ik zal hem even laten zien. En dus dit waren alle kaarten. Freek, wil jij nu een pas openmaken? Koen? Ja, jij? Ja. Okay. Ik heb hier Gengar en Mewtwo de team-up van Cinnamon. Zoals jullie zien. Ik ga hem even openmaken. Oh, maar het is zo moeite. Dat lukt soms wel. Laat even die magwakken. Die leg ik even hier. Een groene codekaart. Laat ik straks wel voor jullie zien. Dus die kaarten naar achter. Zo. We beginnen met een Dana. Daarna een Tapoete. Een Nita. Een Voltorb. Een Squirtle. Een Bronzor. Een Klefki. Een Pidgey. Een Nidorino. Een Beedrill als reverse. En als laatst een Energy. Helaas. Niks goed uit dit pakje. Trouwens, de codekaart. Hier nog. Die is voor jullie. Oké. Freek, doe jij maar. Nu gaan we nog een team pakje openmaken. Groene codekaart, voor jullie. Drie kaarten naar achter. Codekaart. Kabuto. Nidorino. Parser. Stardew. Houndier. Weedle. Dratini. Pedro. Kidri. En als laatste een Energy. En dat was het. Nu hebben we nog even de goede kaarten. Deze Eevee munt natuurlijk. Dat is geen kaart eigenlijk. Net zoals deze Pikachu munt. Nu beginnen we met de echte de kaarten ervan. De Unit Energy. Natuurlijk de Alolamara GX. Pangaloo. De Kangskang. De Moltres. Charizard, de Electrifier, de Xerity Ultra Beast, de JB Striker, de Alolan Raichu, de Raikou, en dan hebben we hier nog natuurlijk de grote kaart van Alolan.